Hey, dit is Danny hier en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Hoe om te gaan tijdens de feestdagen. Vandaag ook weer een interessante en we gaan het hebben over alcohol. Hè? Hoe ga je daarmee om tijdens de feestdagen? Kan je überhaupt nog alcohol drinken tijdens de feestdagen? Absoluut. Je kan zeker alcohol blijven drinken. Geen enkel probleem. Hè, als je nou wil afvallen hè, tijdens de feestdagen of niet. Beide kan natuurlijk. Hè, maar ik ga je wel een aantal tips meegeven die je kunt gebruiken tijdens de feestdagen. Of überhaupt gewoon in je dagelijkse leven. Als allereerste, het is vaak niet de alcohol waar het aan ligt waardoor jij gelijk je dieet gaat verpesten. Dat is de alcohol niet. Hè, want ja, tenzij je een krat op gaat drinken. En als je nu denkt van, ja, dat doe ik wel. Nou, dan heb je een groter probleem. Hè? Dat is niet gezond. Hè, maar als jij een aantal biertjes wil gaan drinken of een aantal wijntjes wil gaan drinken tijdens dieet, geen probleem. En ook vooral tijdens die feestdagen hè, hoort er toch wel een beetje bij als je dat lekker vindt. En dat kan je ook gerust nemen. Hè, maar vaak is het niet zo hè, dat aan de alcohol ligt. Hè? Want laten we zeggen dat je een biertje neemt. Hè, 130, 120, 130 calorieën per biertje. En laten we zeggen dat je 5, 6 neemt. Nou, dan zit je ongeveer op, nou, laten we zeggen 700 calorieën ongeveer. Nou, die 700 calorieën, die zal niet gelijk je dieet verpesten. Maar wat gebeurt er nou hè, wanneer mensen meer gaan drinken en steeds meer en meer en meer worden aangeschoten? Worden op een gegeven moment dronken. Wat gaat er dan gebeuren? Honger. Je krijgt honger. En wat gebeurt er dan? Dan ga je eten. En vaak is het niet eventjes van, ik neem me lekker even een komkommetje. Dat gaat er niet gebeuren. Dat gaat vaak gepaard met ja, hele calorierijke dingen. Bijvoorbeeld een pizza, bijvoorbeeld een kapsalon. Noem maar op. Daar wil je wel voor uitkijken. Dus het beste wat je voor jezelf kan doen, tijdens de feestdagen, maar ook gewoon in je dagelijks leven, tijdens het dieet, zet voor jezelf regels. Hè? Spreek voor jezelf of met jezelf van tevoren af, oké, okay, zoveel biertjes ga ik drinken. Hè? Dat je wel gewoon een regel voor jezelf zegt van, oké, okay, nou ja, het kan misschien één meer worden, maar hè, ik wil max 5, wil ik daar gewoon aan houden. Hè? Dat kan je voor jezelf gaan bepalen. Hè? En door misschien door sociale druk kan het misschien zijn hè, dat je gepusht wordt om meer te gaan drinken. Hè, maar in de vorige aflevering heb ik hier al meer over verteld. Hè, je kunt nee zeggen en doe waar je trots op kan zijn. Hè. Maak een keuze waar je echt trots op kan zijn. Want dat is het allerbelangrijkste. Het gaat om jou. Het gaat niet om iemand anders. Vaak als iemand jou pusht, hè, dan is het vaak een teken van ja, ik maak verkeerde keuzes. Jij maakt wel de goede keuze. Die zou ik ook eigenlijk willen maken. Maar ik kan het niet en jij wel. En daarom pushen mensen zich. He, dat moet je goed onthouden. Dus volgende keer als iemand he, zegt van, ah, kom op man, neem nog even een biertje. Dan is het vaak zo he, dat ze zelf niet die keuze kunnen maken. En jij wel. En daardoor juist nog meer gaan pushen. He, dus maak de keuze waar je zelf trots op kunt zijn. He, het gaat om jou. Het gaat niet om een ander. He, want diegene die is morgen al lang vergeten weer. He, dat hij het zo heeft gedaan. He? Dus maak een keuze waar je trots op kan zijn. Nou, wat kan ik je nou aanraden he, qua alcohol? He, die vraag ik ook wel eens. Ja, moet ik nou dit en dit nemen? In principe maakt het niet echt heel veel uit. Tuurlijk maakt het wel uit van oké, neem je een biertje of een wijntje of een cocktail. He, want dan zit wel heel veel verschil tussen natuurlijk qua calorieën. Je kan natuurlijk een hele calorierijke cocktail maken van 500, 600 calorieën. Nou, als je daar 2, 3, 4 van neemt, ja, dat tikt behoorlijk aan. Maar een biertje of een wijntje, of bijvoorbeeld een vodka met een light drank, bijvoorbeeld cola, of Sinas Light of Cassis Light. Je hebt tegenwoordig alleen maar frisdranken met 0% suiker. He, dus wat dat betreft kan je altijd dat kiezen met een vodka of een jenever of Berenburg, noem maar op, wat jij lekker vindt. He, dus kies voor jezelf wat jij lekker vindt, want het is ook een feestdag natuurlijk. Hè? Het is niet zo van, okay, ja, ik kies dat, omdat ja, dat is wel laag in calorieën, maar ja, ja ik vind het eigenlijk helemaal niet zo lekker. Kies iets waar je echt van kan genieten en waar je naar uit kunt gaan kijken. Want dat is wel belangrijk. Als je een dieet op lange termijn wil volhouden, is het belangrijk dat je ook van dingen geniet. Want als je dat niet meer kan doen, ga je nooit op lange termijn volhouden. En daar is waar de meeste mensen mis in gaat. Die gaan iets volgen, wat helemaal niet vol te houden is. Gaan volledig los vervolgens. Door iets wat ze echt lekker vinden. Denken van, ah, ik heb het verpest, fuck it, begin maandag alweer.
En dan begint het helemaal weer overnieuw. En zo behaal je nooit je doelen. He, dus je kan gewoon afvallen en alcohol blijven drinken. Als je nog vragen over hebt, laat me het gerust even weten in de reacties hieronder. Hey, morgen weer een nieuwe video en dan ga ik het met je hebben over binge eaten. Hoe ga je binge eaten voorkomen tijdens de feestdagen? He, niet dat je in één keer bijvoorbeeld aan tafel zit en dat je helemaal los gaat. He, dat is wel belangrijk. Je wil wel een beetje maten, wil je natuurlijk wel een beetje gaan eten en drinken natuurlijk. Je wil niet de volgende dag rot over jezelf voelen. Hè, want dat gebeurt meestal hè, met mensen die heel veel eten. Die hebben toch wel spijt dat ze dat hebben gedaan. Hè, dus daar ga ik morgen dieper op in. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, hou mijn pagina in de gaten. Tot morgen.